Maar hoe gaat het precies in zijn werk? Want wat maak je ervan? Laat een voorbeeldje pakken, wat hier op tafel ligt allemaal. Kijk deze dingen. In eerste instantie ben ik 4 jaar geleden begonnen met een uitdaging om een boot te bouwen van plastic afval. En daaruit is Plastic Whale ontstaan als organisatie. Ja. Wij bouwen dus boten van plastic dat we uit de Amsterdamse grachten halen. En geen lullige bootjes, maar echt hele mooie sloepen. Serieuze boten. Daar hebben we er dus nu 3 van. In deze winter gaan we er nog 3 bij bouwen. Vandaag hebben we deze boards gepresenteerd. Wasteboards heette die. Ja. Dat wordt er een nieuw bedrijf. Maar die gaan we maken van plastic doppen die we bij festivals inzamelen. Dus kijken hoe jullie die maken, die wasteboards. Ja. Daar heb ik een leuk beeld van. En nu is het tijd om mijn bord te gaan bakken. Nou ja, het ziet er prachtig uit, maar dit is als resultaat uiteindelijk wat hier allemaal op tafel staat. Ja. Nou zie je dat het is belangrijk dat veel mensen daar natuurlijk veel van weten. Dat is ook in jullie voordeel. Dat wil je natuurlijk ook vanmiddag, de start van het Amsterdam Dance Event. Mm-hmm. En een skateboard van plastic doppen, deze dus, het overhandigd aan de staatssecretaris. De staatssecretaris Mansveld, daar hebben we ook een aardig beeld van. Dit bord is heel erg cool, omdat het gemaakt is van iets wat mensen altijd weg zouden gooien. Het lijkt heel erg op jaren 70 skateboard. Ja, het is heel mooi kleurig ook. Fantastisch. Deze overhandigd. Alsjeblieft. Ja, geweldig. Want jonge mensen die gewoon zien wat je van plastic doppen kunt maken. Gewoon tastbaar kunnen zien. Daar kun je ze ook voor gebruiken. En er ook nog plezier bij hebben. Hoe goed kun je de circulaire economie bij de jeugd en bij jongeren brengen? 3800 vuilniswagens per dag worden er verbrand. Dat wil ik niet meer. Ik wil graag dat afvalgrondstof wordt. En hier zie je dat plastic doppen niet meer weggegooid worden, maar een wasteboard worden. Zie je het voor je dat op avond ook, waar jij draait bijvoorbeeld, achter in de zaal deze jongens zo'n bord staan te maken? Dat lijkt me fantastisch. Want ik denk dat het niet alleen maar om het bord gaat, maar dat het ook gaat om het bewustzijn wat je ermee creëert. Dat mensen bezig gaan met het hergebruiken van weggooiproducten.